Woehoe! We zijn live! We hebben iemand mee in achterin het bakkie. Dat is de bonuszoon van, dames en heren, degene op wie wij staan te wachten. Het is mij een grote eer. Godverdomme, hij komt zometeen gewoon in ons wagen gedaan. Ja, hij zit nog steeds bij Bos aan een borrel of zo, of koffie. Op wie wacht hij? Zit eigenlijk een beetje op om te wachten. Yo, Captain Merk! Waar blijft hij dan? Kan jij hem niet even bellen? Ja. Kan jij hem niet even bellen? Hé, hey, Johan, kom je eraan? Hé, wat zegt hij? Ja, hij komt eraan. Oh, hij komt eraan. Hey! Johan Kettenbinnen! Dames en dames! Oh man, wat is dit dan? Hey! Oh, hier ben je! Was je hem kwijt? Waar was ik? Hij was weg, joh! Kon je die weg niet meer vinden? Nee, ik denk was maar... Was je vergeten? Ik wist het niet. Ik moet even ademen en even realiseren dat je echt naast me zit. Want ja, je bent natuurlijk de volkszanger. Iedereen kent je van bloed, zweet en tranen. Maar voor mij ben je een hele grote. Je bedoelde in de omvang? Nee, ook gewoon qua gevoel, zeg maar. Oh. Kettenburg is in the house, man. Wie kent u niet? Gewoon in de kant daar. In de kant. Nou ja, dit is mijn huis. Is dit jouw huis? Dit is mijn huis. En we gaan natuurlijk lekker zingen, want daarvoor zijn we hier. Ja, dat is leuk. Maar dan kan je wel een heel groot artiest zijn. Ja. Maar zingen voor Alzheimer. Ja. Dat kost geld. Echt waar? Ja, dat kost €13 per liedje. Oh, dat is geen geld. Heb je geld mee? Ja, natuurlijk heb ik geld. En hoeveel liedjes wil je doen? Nou, 1, 2, misschien wel 3. Kijk wel of het gezellig is. Nou ja, ik zou zeggen... Maar ik stop er sowieso €50. Kijk, zie je? Dan kunnen we het nog zelfs nog doorrijden naar de Dappermarkt. Als je het moet, dan gaan we het doen. Dus, uit naam van Alzheimer, bedankt voor je dikke bijdrage. Graag gedaan. We gaan rijden, we gaan zingen. Wil je een microfoon? Maar niet uit, geef hem maar heen. Ik heb hem, probeer hem eens. Doet hij het? Hallo. Oh, een beetje galm. Ja. We gaan langzaam tuffen. Ja. Zijn er mensen die met ons meegaan om de boel een beetje de gaten te houden? Dat we niemand aanrijden en zo, ja. Hè. We gaan starten. Ja, kijk uit. Je hoeft geen gordel om. Nee, oh nee. Nee. Ik heb wel een riem om. Nee, anders zak je broek van je naam. Nee, dat is waar. Hey, zullen we het eerste nummer 1 starten? Ja, ik vind het best. Leef! Leef je leven zoals jij dat wil. Wauw. Maar laat me wel met rust als het niet lukt. Geef! Ja, dat deed ik, maar jij gaf niks terug. Nee, stop. Want je leeft mij iets te vlug. Ach, ik luister nu niet meer. Niet toch hetzelfde keer op keer. Ga maar weg. Ik leg me erbij neer. Feestie. Al jouw woorden zijn te veel. Wat je praat maakt geen geel. Maar dat is nu niet meer nodig. Het is echt een laatste keer, want je haalt in mij zijn keer. En je bent niet overbodig. Door jou ben ik mijn vrienden kwijt, dus het is de hoogste tijd. En je zegt een weg van mij. Jij dacht dat dit niet gebeuren kon, toen je me zag en overwon. Al mijn ogen gingen open. Komen! Ja, la, 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 la. Druk aan het zingen, yes. 4 nieuwe liedjes zijn we mee bezig met maken. Oh. Eén is al zo goed als klaar. We zijn alleen aan het kijken welke gaan we uitbrengen. Want? Kun je een keuze maken? Of? Nou, het zijn allemaal wel goede liedjes, maar ja, ik weet niet. Het moet even aanvoelen. We hebben een heel mooi nummer. Ja.
Maar we hebben ook nog een zomersnummertje klaar liggen van ja, zullen we dat doen? De zomer komt eraan, ja. Logisch. Ja. En ik vind ze allebei goed, maar ja, ja. Ik dub nog. Oké, okay, en wat gaat straks dan de doorslag geven? Vraag je dat aan iemand dan? Of doe je, nee, ik laat het wel aan sommige mensen horen van wat vind je ervan? En okay. Ik heb tot nu toe alleen maar ongelooflijke positieve reacties. Ja, het is best een tijdje geleden voordat je laatste single uitgekomen is, toch? Ja, ja, klopt. Ik ben eventjes expres afgelopen jaar rustig geweest. Ja. Dat om het feit om met... Expres, want? Ja, ik had een hele zieke moeder. Nou ja, die is er dan niet meer. Dus daar heb ik heel veel aandacht aan gegeven. Die heb je verzorgd? Of? Die hebben we verzorgd. We, met z'n allen. Ja. Dus ja, daar zit je hoofd er niet zo bij om te zeggen van we maken een nieuwe plaat. Nee. Dat niet. Ik heb wel doorgewerkt. Ja, je dus, moet toch een beetje optredens gedaan die ik kon en mocht doen. Ja, nou. En het is natuurlijk je geld, je moet blijven verdienen. Dus dat is, dat is zo. Ja. Dat is zo. Dus dat is een beetje wat... Ja. En ja, ik heb zelf verleden jaar mijn moeder verloren, dus ik kan me vragen, mis je er heel erg, je mist er elke dag en het wordt steeds meer. Het wordt steeds meer, ja. Ja, ja. Ik kan niet zeggen van de tijd heelt alle wonden, maakt het wel wat zachter. Klopt. Maar, wat een leuk initiatief dat jij dit doet met die Kanta voor de Alzheimer Stichting. Ja, dat is dus gekomen door het overlijden van mijn moeder. Ja. Weet je, zullen we daar nog een liedje doen? Ik vind het goed, ik ben nou toch in het Amsterdamse, toch? Ja. Wist je dat André hier begonnen was? Hazes? Ja. Er staat hier toch een standbeeld van? Staat hier, ben je net voorbij schat? Nee. Daar ben je net voorbij. Ik kan niet achteruit. Nee. Ah, oh, jammer. Maar op de terugweg. Op de terugweg. Oh, nou, ja? We daar even een stopje bij Hazes. Hij is hier begonnen op een sinaasappelkissie. Oh, natuurlijk heb ik dat gezien van, met die ene documentaire-achtige film. Ja. Natuurlijk heb ik dat gezien. Ja. Natuurlijk heb ik dat gezien. Ik denk, ik ga dat ook proberen. Nee, niet. Ik heb, met de vinger? Ik heb het ook geprobeerd op een sinaasappelkissie. Maar? Ben er doorheen gezakt. Ja, ja, maar dat kon je niet hebben. Echt waar? Ja, ja, ja. Ja. Allemaal, maar goed, we gaan even kijken. We doen even wat leuks, ja? Ja. Even kijken. Kan je het lezen? Ja, als het goed lezen. Ik leg je nou eerst jullie op bed niet. Hoor dan. Geloof me als ik zeg dat ik nog heel veel van je hou. Toch zal ik wachten. Dagen en nachten. En blijven hopen. Want ik kan jou niet vergeten. Als ik je stem hoor, ben ik verloren. Dat ik bij jou voel, dat is het leven voor mij. Je zei me, geloof me als ik zeg dat ik nog even
leuk. Mooi, heb je die laten maken? Nee, natuurlijk. Oh, die... Ja, heel goed. Gaat lekker? Ja, onwijs. Ja, gelukkig. Onwijs. Ja. Gelukkig dus, op het bord. Nou, je zegt het goed, ja. Ja, mooi. Gelukkig op het bord. Ik wist niet dat het bestond. Ik had het nooit verwacht dat ik ongelooflijk gelukkig zou worden op die manier. Nee. Maar het is gelukt. Mijn grootste vriend, dat is Mark Bak. Ken je Mark Bak? Nee, wie is dat? Maar is oh ja, dat is Mark een hele Bak. Grote fan. Dat is mijn grootste vriend, die ja, Mark maar Bak. Maar hij ziet nog niet dat jij bent. Nee, dat ziet hij nog niet. Mark! Man, even kijken. Ja. Hij scheurde met het ding. Ben jij Mark Bak? Ja! Mark! Ja. Hey jongen, kijk eens wie ik bij me heb. Kijk hier, dames en heren. Mijn grootste vriend, Mark Bak. Mark, kom eens iets meer mee. Kom even erin met je hoofd. Met je hoofd erin. Met je hoofd hier doorheen. Hier met je hoofd door het raam heen, met je hoofd. Kijk, want je komt nou in beeld. Kijk, je bent in beeld! Ja. We zijn live. Ja. Hier, we zijn live. Ja. We gaan zo meteen zingen. Ja. Gaat alles goed? Ja. Dames en heren, dit is mijn grootste vriend, Mark Bak. Een trouwe fan. Ja. En een grote vriend. Ja. En een onwijs goede voetballer, ook nog eens. Ja. He? Een hart voor Ajax. Ja. Ja, mooi hè. Ja, ben je voor Ajax? Ja. Waarom ja. dan? Waarom dan? Waarom dan? Omdat ik niet voor Feyenoord ben, jongen. Ja. Toch? Dat is het. Dus, ben je een lekkere dag in Markt? Ja. Ik ben aan het zingen met jou, en hoe vind je dat dan? Ja, leuk. Ja, tof hè. Ja. We gaan even een stukje verderop even een bakkie doen. Kom je ook? Ja. Ja, vraag even of je die kant op mag. We gaan naar, we gaan naar Bos. Gaan we tegen mama zeggen? Zeg nou, tegen mama dat we naar Bos gaan. Ja? We gaan even een bakkie doen bij Bos. Oké. Kom jullie zo even? Kijk even. Oké. Doei doei. Doei doei. Is dat niet hard genoeg? Ja. Waar nou niet te zingen hoor. Ja, ja. Ah, lekker. Waarom, zeg maar waarom, ben ik alleen en altijd eenzaam? Waarom, zeg maar waarom, doe je met mij? Eén naam en voornaam. Ik heb ook nooit een vrouw die maar eens heel om in mijn aardvaar. Dat heb je beeld. Waarom? Zeg maar waarom. Blijf staan. Moet ik alleen staan? Ach ja. Ik heb mijn werk, werk in mijn geld, dat is mijn leven. Het is allemaal van mij, maar ik zou zo graag iets willen geven. Zolang ik dat niet kan, ben ik niet blij. En blijf op eenzaam. Waarom? Zeg maar waarom. Moet ik alleen staan? Zit hier alleen, zonder vriendin. Ja, met jou eigenlijk. Waar moet ik heen? Heeft toch geen zin. Ik zou zo graag. Met jou wil praten, dansen in de nacht. Maar dat doet dromen, komen door de hart. Dankjewel. En toch, ik heb er ook haast vast. Want er is toch... Nog steeds een morgen. En als het geluk er komt, dan zal ik altijd ja zeggen. Eenmaal daar gezien, waar ik mijn leven mee ga
als leiden. Oh, kom, breng maar geluk. Heb je morgen nu droom ik er weer. Ben ik verliefd? Oh, lieve schat, zeg alsjeblieft. Ik hou van jou, dat zal ik doen. Maar dat soort dromen komen ooit. Blijf er eenzaam. Nou, hier is het. Dit is Bossie. Hier zit ik graag. Dit is jouw tentje van de Albert Kuip. Ja, hier komen tot rust. Als je Alzheimer Nederland steunt, dan krijg je het speeltje. En vergeet me nietje, zoals je dat ziet. Vergeet me nietje. Mag ik die op je RFR spellen? Ik prik hem op de plek waar hij moet. Je hebt hem dubbel en dwars verdiend. En ik zet je hier af bij Stamcafé op de Kuip. Bij Bos. Ik heb net begrepen dat hij, als je daar binnen nog een liedje gaat zingen, ook een bedragje zal storten voor Alzheimer. Dus dan ben ik dubbel blij. Ik ga met je mee. Ik ga je uitversterken. Ik wil afscheid nemen van de mensen thuis. Daar en daar. Met een hele dikke klapzoen. Dankjewel, Johan. En je bent nog niet van me af, want... Want? Tegenwoordig krijg je niet alleen een speltje van Alzheimer, maar krijg je ook een blikkie. Of een potje Amsterdamse pittige pikkelilie hebben wij voor gekozen. Okay. Want die grote Oos kersbeken die steunt met €5 elk ritje wat ik maak. Okay. Dan maak ik nog 300 ritjes. Elk ritje legt hij er €5 bij. Kijk. Dus vandaar dat je dit met een eigen sticker mee naar huis krijgt. Onwijs. Nou ja, we gaan hiervan genieten. Mijn vrouw helemaal, die is er helemaal weg van. Alright. Dus we gaan er elke keer eens hier een hapje van nemen. Dan denken we weer aan de karaoke. Snap je? En aan Oos. Okay. Alright, we gaan naar binnen. Dankjewel, gozer. Doei doei. Doei doei. Ik kom met je mee. Karaoke met Jokie, hè? Karaoke met Jokie. Bossie. Rietje. Oh. Jammer. Dat is jammer. Oh, dat kan ook. Ik ga zingen en het is toen voor een stichting Alzheimer. Maar als je pot. Wat heb je over voor mijn liedje? Dat liedje ga je doen. Mag ik even toe? Wat is het dan? Mijn zoon. Nou, dan doe ik dat. Hoe doe ik? Als jij dat verzoekt, dan ga ik dat doen. Ja, mijn zoon. Kijk eens hier, kijk eens hier. Oh, dat is een duur liedje. Ja, dat is een duur liedje. Woe! Ja, ja. Dankjewel, boys. Stef, onwijs bedankt. Dankjewel, schat. Alsjeblieft. Maar rustig door en droom van morgen vroeg. Dat het leven harder is dan hier je snel voor. Laat het niet.